De Surinaamse diversiteit geniet veel belangstelling. Dit kwam naar voren op de International Horticultural Exhibition 2019 in Beijing. Op de expo is er een tentoonstelling van diverse Surinaamse producten geweest. Ook zijn er promofilmpjes van Surinaamse bedrijven in vrijwel alle branches vertoond. Met name onze homeopathische producten en onze alcoholische dranken zijn in trek bij de Chinezen. Het doel van de deelname aan de Beijing Expo 2019 is om bekendheid te geven aan onze unieke eigenschappen op het gebied van de natuur, ons gunstige klimaat en de enorme potentie op het gebied van sierteelt en toerisme. Het thema van deze expo is Live Green, Live Better. De balans tussen mens en natuur staat hierbij centraal. Op 21 september 2019 zal er een Suriname dag worden gehouden op de expo, waarbij alle facetten van onze cultuur, met name muziek en dans, zullen worden belicht. Deze expo is op 29 april van start gegaan en duurt tot 7 oktober 2019 in de stad Yangqing.